Hallo allemaal, meester Timing hier zo. Allereerst even een belangrijk dingetje. Probeer de opdrachten, zoals vandaag, zoveel mogelijk binnen te doen of in de achtertuin. Ga je alsnog naar buiten om de opdracht te doen, hou dan alsjeblieft 1,5 meter afstand van elkaar. Voor vandaag staat het thema loopspringen op het programma. Ik heb hiervoor 3 prullenbakken, een prullenbakje, en een tennisbal gebruik ik hiervoor. Ik ga straks over de prullenbakken heen springen. En ik ga straks proberen in de emmer te gooien. Elke keer als het lukt, heb ik een punt. En dit probeer je uiteindelijk 2 minuten vol te houden. Je kan de andere erbij gaan uitdagen. Dan ga je gewoon allebei kijken wie uiteindelijk na 2 minuten de meeste punten heeft. Degene die de meeste punten heeft, heeft natuurlijk gewonnen en kan de andere een uitdaging geven. Aanpassingen. Je kan van dichterbij of van verder af gaan mikken. Je kan er nog een heel slalomparcoursje bij bouwen. Je kan het zo gek mogelijk maken als je het maar wilt. Zelf wilt. Doe je het binnen, heb je natuurlijk de prullenbakken niet tot beschikking. Pak dan allemaal krukjes waar je overheen kan springen. Dan kan je natuurlijk ook slalommen. Succes!